nu zaterdag 20 augustus en het is 3:15. Ik was om 3:00 eigenlijk al wakker. Maar vandaag heb ik voor jullie vakantievlog 1 naar Tsjechië. Het is namelijk de heenreisvlog. Ik ga namelijk nu onderweg naar Tsjechië. Ik heb er super veel zin in. We moeten ongeveer 10 à 12 uur in de auto zitten. Dus ja, ik heb er op zich wel zin in. Dus laten we gaan. I just wanna fly away. 'Cause we don't need to stay. It doesn't matter where we end the day. Ik ben in Tsjechië, bij ons huisje, hier een beetje. Maar ik ga even een tour geven, niet door het, ja misschien ook wel door het hele huisje, ik weet nog niet. Maar ik ga eerst even naar de snelstromende rivier. We hebben net ook bij de Lidl boodschappen gedaan, want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. En ja, ik ga even dit riviertje laten zien. Toegeven door de kamer van Ster en mij. Vorig jaar sliepen Ster en ik hier ook, want zoals jullie wel weten zijn we hier vorig jaar ook geweest. En ja, ik ga dit weer even een tour laten zien. Nou, dit is dus de deur. En als je er recht voor staat en we gaan naar links, dan hebben we hier een tas van sterren, een handdoek, een spiegel, een wastafel. Hier kun je kleding ophangen. Ik heb hier dan mijn koffer. En hier weer, ja, washandjes en handdoeken en zo. En hier slaap ik. Ik slaap eigenlijk altijd aan de linkerkant. En dan aan de rechterkant slaapt natuurlijk Sterre. Dan hebben we hier twee ramen. En hier weer zo'n kledingrek, wat stoelen en nog een bed. Want het is eigenlijk voor 8 personen dit huisje. Dus dat is best wel veel. Ja, we zijn er dus nu en ik heb super veel zin in de vakantie. Vorig jaar vond ik het ook heel leuk. Ik zal trouwens ook even het uitzicht laten zien vanuit, ja... Het ding is niet heel bijzonder hoor. Daar is een volleybalnet. Daar volleyballen we altijd. Superleuk. En daar is gewoon een tuinhuisje. Maar daar kunnen we volgens mij verder niet echt in. Ja, dat was een beetje de tour. En ja. Ik ga denk ik nou in de rivier. Nou, het is 5:05. En we hebben eigenlijk de hele tijd gevolleybald. En ik ben ook nog even naar het riviertje gegaan. Een beetje, weet ik hoe je het moet noemen. Maar ja, een beetje gechilled. Ik denk dat we vanavond ook gewoon thuis broodjes gaan eten. Want die hebben we gekocht bij Lidl. En ja, ja. We gaan nu even een beetje de omgeving bekijken. Vorig jaar zijn we hier ook 1 keer geweest. En zijn we 1 keer hier naar boven gegaan. En 1 keer hier naar boven. De honden hier. Maar we gaan nu deze weg. Dus ja, daar ga ik jullie het uitzicht laten zien, want het is echt super mooi. Nou, we zijn net die berg erop gelopen. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien aan de sfeerbeelden, maar er waren heel veel planten, dus je kon niet veel zien. Maar nu gaan we hier naar boven. Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal te zien is. We hebben weer niks gevonden, dus we gaan maar mee naar ons huisje, want er is hier echt niks aan. De trompets blow. Hallo. Het is alweer 10:50.
8. Ik heb helemaal niet heel veel gevlogd. We hebben vandaag gewoon thuis gegeten. We aten gewoon broodjes. Mijn vader had nog vermicelli soep gemaakt. En we aten wat kipstukjes. En Ster en ik zijn eigenlijk vooral bezig geweest met een beetje onze kamer. Ja, opruimen of zo. En een beetje van ons maken. Nou, we hebben hier namelijk al onze everyday verzorgingsproducten. En everyday make-up. Ik heb bijvoorbeeld hier al mijn everyday kwasten ingezet. En een tandenborstel in zo'n zakje. En een tandenpasta. Natuurlijk ook nog even onze kleding opruimen. En mijn nachtkastje. Dus dat ga ik nou doen. En ik heb eventjes alle klerenhangers verdeeld. Zodat we hier onze mooiste kleding aan kunnen hangen. Bijvoorbeeld jurkjes, jumpsuits of mooie topjes en shirtjes. Dus ja, die houden we nog even ophangen. Wanna do, 'cause I know I can treat you. Stand up like a soldier, baby.